Frans, ook in alle westen. Jan, dankjewel. Steve Noordenk heeft het er nog over. Frans Teuben moet winschoten. Nog 43 jaar holde de min op. Het is mooi geweest met de Neutenbouwel. Ik heb net een vrachtauto met Groningen besteld en dan ga ik achter de en dan ga ik ze botten geven. Na een dag op de maat bij het opredden van zijn kroon was het er nog eens kloor met. Drukke tien naad, hard werken, weer en wind, maar we hebben het allemaal overleefd. En dan ben ik 66 en op een gegeven moment, 15 jaar geleden, ik denk ik heb er geen zin meer in. Ik ging op mijn fietsgestart door en ik woon hierachter. Ik had een 4 uur de klep hier. En ik lieg op mijn plan en ik denk, ik heb geen zin meer. Extra drokte vandoor. Al zien vaste klanten komen nog even langs voor hun laatste broodje. Ook mensen die bij hem in een kroomstoon hebben, kom even mooi zeggen. Zoals Jan Smit, die als leutje knuppeltje wat extra Duitse centen verduinde bij Teuben. Smit kan zich nog gauw herinneren dat op zijn 18e een envelop met season kreeg. Ja, dan zegt hij tegen mij van, heb je hier genoeg aan om je rijbewijs te halen? Ik zeg, nou, zit er niet. En toen ging ik door met tellen tot 1300 gulden toen. Ja, een gigantisch bedrag. En toen zegt hij, en door moest mij dan. Dus Frans heeft mijn rijbewijs nog betaald. Ik heb ook nog nooit de griep uit. Dat Teuben de zomer en als je met stopte, was ook voor zijn buurman op maat een verrassing. We wisten soms niet waar van Frans aan. Dan een keer een prijs van mij aan. En dan gaf hij een antwoord in de dorst. Ja, waar heb ik nou aan mijn fiets aan? En de andere keer een prijde 100 uits. Maar ja, zo was Frans Teuben. De zoon van Teuben, Frans junior, wilde de bouw wel overnemen. Maar dat zag pa toch nooit zitten. Ik zie, doe eens 2 kindertjes. Dan ben je elke zaterdag met die pad in weg. Leuke ding dan. Ik zeg, maar die moest hier 11 uur in staan. Hè? Ik zeg, en ik heb het met jullie nooit gehad. Van smorgens om 4 uur zat ik in de auto naar de markt. En ik was om 2 uur af achter de tien. Dus ik zeg mijn kinderen nooit. En zei, ik ben elke zaterdag met die kinderen. Ik zeg, dat wil ik wel weer weten. Plus door bijkomt, de handel is enorm teruggelopen. Doordat mensen steeds minder geld overal naar wat leuks en lekkers voor te kopen. En de handel is verschrikkelijk duur geworden. Waar moet ik nou heen dan voor rozijntjes? Mijn vogeltjes hebben straks geen rozijntjes meer. Zijn kroom en een aande verkocht en stort binnen keur op de maat in Azen. Wat Teuben gedaan? Hij had er geen idee van. Maar één ding is zeker, geen neuten verkopen. Ik heb nu alle tijd om erover na te denken, maar ik moet ook wel gaan aan. Hij gaat ook niet gaan. Okay.